Dat ding, ja, dat ding, dat ding ruikt ook naar hars. Ja. Ik denk persoonlijk, en wij, als ik zo vrij mag zijn, dat de kracht van de voorstelling zit in het feit dat er niet gesproken wordt. Dus dit is meme. Gecombineerd met de geluiden die we maken, of de muziek, de geluiden die het verhaal ondersteunen. Kan je vertellen wat je net gezien hebt? Ja. Dus we hebben heel veel associatieve scènes en zintuigelijke, waarnemings... Ik probeer een heel mooi woord te vinden, maar ik kan het niet vinden. Meisje. En wat ging dat meisje doen dan? Die ging piepen. In ieder geval, ze reageerde heel op zintuigelijke waarneming. Dus veel met geluidjes, veel met beeld. En daarom hebben we inderdaad gekozen voor geen tekst. En dat schijnt toch wel heel erg aan te slaan. Wat vond je het leukste uit de voorstelling? Het muisje. Nou, wij zijn de Amsterdam Saxofoon Orchestra, zijn wij. Afgekort, ASO. Ja, we zijn allemaal oud-studenten van Arno Boonkamp, die docent is hier in Amsterdam. Ja, je weet niet wat je hoort, joh. Die schilderijtentoonstelling. Als je dat hoort met 12 saxofoons. Dat begint. Ik zeg, Eva speelt dat, denk ik, dan dat begin. Die alto. En dan wordt het geharmoniseerd. Nou, dan weet je al niet wat je hoort. En dan op een gegeven moment speelt iedereen mee en hoor je die bas mee. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Nee, denk ik niet. Van alleen thema. Kan ook mee na, toch? Nee. Wij zijn eigenlijk ontstaan vorig jaar tijdens het Grachtenfestival. En daar hebben we een aantal concerten gedaan. En het is heel goed bevallen. En we hebben het ook heel gezellig met elkaar. Ik heb hem hoor. En dat bij jou, komt ie. Ja, een beetje Arabisch. Een beetje Arabisch, dat is juist mooi, vind ik. Mooi. Ik zal even vragen en dan gaan we een beetje kletsen en dan ook nog super. Ze zegt dat ze eigenlijk vindt, dus ik heb misschien mijn onderbroek onder het bed. Ja. Of ja, anders op de kast. Ergens van tussen de keuken en de kast. Die traject, dat traject. Ja. Groen met stipjes. Dit komt helemaal goed. Hou je vast. Dit. Oh, dat bedoel ik! Sorry meneer, kijk! Je bent een vervelende meneer. Je bent een vervelende meneer, maar eigenlijk is het liefde op het eerste gezicht. En hoe zie je dat dan? U bent een vervelende meneer. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, gewoon, u bent een hele vervelende meneer. Ja. En dat dan in het Engels. Change the position! Yes! Yes. Exactly! Oeh! Ja, een Duitse meneer spreken we nu toe. Dat we moeten opschieten. Ik heb het idee dat ik met heel veel mensen om me heen loop. Het is heel vervangend. De ouders van mijn ouders, die wonen ook hier. Er is een meisje die een soort toneelstuk deed. Ik weet niet of het nou echt was dat zij in dat huis woonde dat ze georven heeft. Maar daar zal ik nog graag achterkomen. En ja, ik vond de muziek heel mooi. Er werd op een luid gespeeld. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. En daarna
zijn we naar het auto, werden we bijna als slaven behandeld. En toen zijn we naar het klaviertje geweest. En dit vond ik het leukst. Hier, ja, voor heel leuk. He just gives me coffee. Yes, it's coffee, but we'll do. Ja, dat heeft ze heel leuk gedaan. Dat ding ruikt ook naar hars.